Er zijn mediapersoonlijkheden die ongeveer evenveel lovers als haters hebben, maar bij Emma Wortelboer lijkt vooral die laatste groep oververtegenwoordigd te zijn. De presentatrice is absoluut geen publiekslieveling en veel mensen associëren haar nog altijd met haar hysterische krijsoptreden tijdens het Eurovisie Songfestival. Emma zat vorige week aan tafel in de talkshow Marcel Gijs en deed daar een behoorlijk provocerende uitspraak over Groningen. Dat is volgens haar namelijk een exterretje T-provincie. Het leidde tot de woede van onder andere de bekende wieleranalist Gert Jacobs, die haar een loser vindt. De op mediagebied belangrijkste krant van Nederland, het AD, is ook goed klaar met Emma. Ik wil het er één keer nog over hebben en daarna wil ik haar voor altijd doodzwijgen, zegt mediajournalist Marcus Den Blanke tegen zijn collega's in de AD Media Podcast. Marcus vindt Emma gewoon geen leuk typetje. Emma Wortelboer is een soort van Brit dekker aan het worden. Ze doet alleen maar dit soort dingen ter effectbejag. Ze wil gewoon dat de mensen over haar lullen, dat ze trending topic op Twitter wordt en dat ze aandacht krijgt, want daar leeft zij van. Podcastpresentator Manuel Venderbos, dus moet je het er nu gewoon niet meer over hebben. Marcus, nee, daarom zeg ik: dit is de laatste keer dat wij Emma Wortelboer bespreken. Dit is één keer de conclusie. Emma wortelboer wil aandacht, krijgt ze niet meer. Manuel besluit met een grap over Emma: Als je in Den Haag bent en je hebt s'nachts heel erg buikgriep, dan kun je deze Emma prima naast je bed zetten. Een kots, Emma.